Fortuna heeft in de winterstop nog wel wat gehaald. En onlangs ook nog. Kelvin McIntosh aan de selectie toegevoegd. En die speelt dus vandaag centraal achterin. Vorige week speelde hij rechtsachter. Daar staat nu een debutant Dembele. Jonge jongen, 18 jaar. Tegenover Idrissi hier. Mag hij aan de bak. Hoewel Idrissi naar binnen toe afwijkt. En hem daar uitstekend neerlegt voor Stinks. Ja, die schiet hem van daaruit in een te lastige positie om raak te kunnen schieten. Maher, Idrissi, weer met de ruimte. En kan hem makkelijk doorschuiven naar Aouyan. Aouyan, achterlangs, Seuntjes, dat is een prachtige poging. Of bedriegt de schijn en ging het toch een stukje verder naast dan in eerste instantie leek. Svensson. Seuntjes, weer gewacht op Svensson, die glijdt daar half weg. Of is het meer dan alleen maar glijden? Seuntjes houdt die bal dan hoog en komt daar eigenlijk ook nog, min of meer bij toeval, die bal nog een keer tegen en schiet hem dan ruim een meter naast. Ja, krijgt Svensson een tikje of niet? Het mag in ieder geval zo door. En dan hier de hoogstandjes van Seuntjes. Aan de linkerkant is toch steeds weer ruimte. Ik dacht Koopmeijers de bal ertussen kunnen steken, maar zo ging het niet. Wel uiteindelijk hier Idrissi. Micho. Idrissi. Aouyan, ja, goed gezien, goed gegeven. En die moet er raak zijn. Nee, een metertje langs voor AZ, de verkeerde kant van de paal. Goeie aanval van AZ. Idrissi, die weet dat Aouyan hier komt. En die legt hem heerlijk neer. En dan Herings, die bijna een eigen doel werkt. Koopmeijers naar Idrissi. Prachtige paas. Idrissi met Dembele. Seuntjes. En ja, de keeper is te laat. Ja, het is zo dom. En het is allemaal onder de ogen van Lindhout. En Korzelev bezweert, ik doe niks. Maar waarom ga je als keeper in zo'n situatie naar de grond? Zo ver uit je doel. Wat doet die keeper daar? Dom, dom, dom. Koopmeijers miste, maar Koopmeijers, zo heeft John van der Brom ook verklaard voor de wedstrijd, blijft mijn eerste keus. Nou, nou, nou. Ja, hij zit wel, maar hij haalt het achternet niet eens. Daar zal Koopmeijers uiteindelijk ook wel maling aan hebben. Maar het is toch een beetje pech voor Korzelev. Die op domme wijze die penalty veroorzaakt. Maar die fout dan bijna weet te herstellen. Daar ligt iets wat van het veld af moet. Ja, dat is ook leuk. Quasi slim die bal dan toch nog te gooien. Muts naar de zijkant. Dit is goed gedaan. Micho kreeg hem van Idrissi. Micho probeert Idrissi weer te bereiken, maar dat is doorzien. Fortuna komt er niet uit. Maher. Aouyan. Weer laag en hard. En dat had dan raak moeten zijn. Korzelev met de voet er nog aan. Nee, niemand. Dus is het een misser van Til. Had hij moeten scoren. Balic en Semedo nu aan de linkerkant. Wordt dit dan misschien iets voor Fortuna? Pinto. Ja, dat is een aardig balletje. Het is raak. Uiterst effectief. Fortuna slaat toe bij de eerste beste mogelijkheid. En hij doet het. Lamprou, zijn zevende dit seizoen voor Fortuna. Hij is pas 21. Nog geen enkele keer daar bij Bizot geweest. Tenminste, niet de moeite waard. Ja, goed balletje. Prioriteit geven. Aouyan moet hem al lang naar links geven.
Idrissi. De drukte in, dat is op zich niet erg, maar dan. Maar dan. Idrissi. Kreeg hem terug van Aurean. Zeuntjes. Zou kunnen uithalen. Nu wordt het allemaal wat lastiger, maar we hebben wel nog steeds de bal. Is dat toch jammer dat als je zo diep bent doorgedrongen in de vijandelijke linies niet een medespeler weet te vinden die een en ander kan afronden. Hier is Diemers. Wordt het nog erger bij rust. Dat had zomaar gekund. Novakovic, dat schot een beetje gesmoord in de handen van Bizot. Diemers op de Amerikaan die geen doel treft. Dat had wel gekund. Om er aan te geven dat die tik is aangekomen bij AZ. De gelijkmaker in de 37e minuut. Krijg er een minuutje bij. En daar is het 2-1 voor Fortuna. Dan schiet hij toch nog raak. Ja, dit is van even geleden. Een halve minuut geleden had hij ook al de mogelijkheid, Diemers. Het is van een periode geleden dat de Amerikaan wist het doel te treffen. Maar dit is nog even een dreun erbij. AZ gaat met wel een heel vervelend gevoel de kleedkamer in zo. Goed gedaan van Svensson. Bal ertussen gelegd. Til, Maher, Idrissi. Idrissi. Lamproe is er ook mee om terug te verdedigen. En daar is het gelijk. Goed gedaan. Voorzet van Aurean. Til met het hoofd. Wat zal Aurean daar blij mee zijn? Poet je toch een beetje weg. Met wat er misging bij een van die treffers. Komt goed voor zijn man. Til. Schade gedeeltelijk gerepareerd. Want ook bij een gelijkspel zullen ze niet vrolijk kijken. Uur gespeeld in Alkmaar. 4 treffers gehad. En dat zal niet de laatste zijn. Hier is Lamproe. En die schiet langs. En dat had Bizot ook wel in de gaten. Dit mag verder. Til. Ja, is niet zelfzuchtig en dan is het raak. Geweldig uitgespeeld. Idrissi is de man die mag scoren. Zijn 8e van het seizoen. Til is inmiddels dus bij 12 doelpunten betrokken. Dit is zijn 3e assist. En AZ heeft in een kwartier tijd de achterstand omgewogen in een voorsprong. Diemers heeft de stoute schoenen aan. Tenminste, dat hoopt hij dan. Diemers. Ja, dat is lastig genoeg en Bizot. Ja, die volleybalt die bal buiten. Zo zal hij dat toch niet helemaal bedoeld hebben. Svensson eruit. Dat zal dan toch zijn omdat hij niet helemaal fit is. Blijkbaar geen risico. Ricardo van Rijn met gefluit begroet. Hard en laag, dat is het recept. Dit keer zijn het. Fortuna rekende en hoopte een beetje op een vermoeid AZ. Misschien ook wel mentaal geknakt AZ. Nou, dat heeft vandaag ook alweer een tegenslag overwonnen. En blijft de bovenliggende partij. Stengs. Dat had een mooie lot verdiend. Goeie actie van Kelvin Stengs. Mooi balletje tussendoor van Steens en dan op de lat en dan raak. Ja, dan raak. Marsje naar 2. En van zo dichtbij. Ja, dan hebben hij hem ook al kunnen maken. Idrissi, maar ze hebben allemaal een grote glimlach. Koopmijners. Nog wel het meest. Doelpuntenmaker is Teun Koopmijners. En het is zijn 6e dan van het seizoen.
is de 88e minuut. En mocht deze hoekschop verzilverd worden, dan is het maar zomaar weer spannend. In de handen van Bizot. Goeie harde knal van Hut. Zorgen worden dus groter en groter in en rond Sittard. Dat is ook weer niet zo verwonderlijk. Veel blessuregevallen. AZ overwint de kater van Tilburg.